hartstikke tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. En het is zo ongelooflijk lang geleden dat er zo'n video is geweest. Ja, jullie weten het allemaal wel. We hebben Ralf Farman gehad als baas van het veld. We hebben Heung-min Son gehad als baas van het veld. Maar vandaag staat het allemaal in het teken van die ene man. Die ene goede speler uit Wales, namelijk Gareth Bale. Ja, ik heb Gareth Bale als linker spits heel lang gebruikt. Samen met Son natuurlijk, Son als rechter spits. Dat duo was gewoon insane. Nu heb ik natuurlijk de 4-2-3-1 formatie. En Son staat dan alleen in de spits en Bale staat er vlak achter. Maar het maakt allemaal niet uit waar Bale staat, want hij scoort gewoon alsnog als een tierenlier, zoals ze dat zeggen. Ja, jullie zien hier de statistieken van mijn Bale. Ongelooflijk goede stats. Hij heeft bijna 1700 doelpunten veroorzaakt in 1000 wedstrijden. Dat is echt gewoon briljant van een speler. Maar goed jongens, zoals jullie van mij gewend zijn, we gaan weer een montage laten zien waar ik gewoon laat zien wat de sterke punten zijn van Gareth Bale. Hij heeft veel goede longshots. Hij kan insane goed double tappen met zijn linker. Hij kan ook nog wel goed koppen. Maar ja, koppen, daar ben ik niet zo van. Ik ben niet zo van voorzetten spelen. Dus jullie gaan vooral veel double tap zien en wellicht een paar longshots. Jongens, geniet van deze video. Lekker, tiki-taka. Bale! What the fuck? What the fuck gebeurt hier? Hoppa, Gareth Bale. Lekker, 5-2. Prima. En hoppa, race quit jongens. Daar gaan we weer. Ja, ja. 6-1. Waarom lief je niet, meneer? Zo, hoppa. Schiet hem even binnen voor je, alsjeblieft. Lekker. Hangen, lekker, 2-0, come on. Goeie goal, door. Nog eentje scoren, dan liefde waarschijnlijk. Wat een bal, wat een bal. Son, the one and only. En Gareth Bale scoort, heerlijk. En goal. Verdiend. Heel verdiend dit. Eric boys, dit is echt... Oh, mijn nek. Dit is echt heel verdiend. Oh. Goed, kom op. We hebben die druk nu. Hangen. Lekker. Come on. Yes. Zo moet het, boys. Zoals jullie zagen is Gareth Bale echt fucking goed. Ik heb natuurlijk niet al zijn doelpunten kunnen laten zien. Aangezien hij er 900 plus... heeft gescoord voor mijn club, omdat ik hem echt al zo lang in mijn club heb. Ik heb hem toen een keer gepakt uit de 2-players pack, net zoals Neymar. Ja, jongens, ik raad hem echt aan. Heb je coins? Ik denk dat hij nu 250k, 300k is. Het is het echt waard. Ik heb ook veel andere YouTubers over hem zien praten. En die zeiden ook van, dit is mijn beste beslissing ooit dat ik deze speler heb gekocht. Dus ja, jongens, haal allemaal Gareth Bale. De derde baas van het veld, jongens, was dit alweer voor deze week. Volgende week wellicht weer een baas van het veld. Even kijken hoe ik met tijd zit. Maar de volgende baas van het veld wordt natuurlijk niemand minder dan Milinkovic Savic. En dan heb ik eigenlijk het verkeerde shirtje aan van AS Roma. Ik heb natuurlijk de laatste Roma shirt moeten kopen daarvoor. Maar weet je, fuck it. Ja, verder jongens. Vanavond geen Weekend League Rewards. En waarom zou je dan misschien afvragen? Morgen ga ik naar Bojan. En de meeste van jullie kennen hem wel, misschien als je hem niet kent. Link staat in de beschrijving. Bojan is ook een YouTuber, heeft 1800 abonnees, geloof ik, zoiets. En ik ga morgen naar hem toe, neem ik een PlayStation mee, neem ik een controller mee. En dan gaan we lekker Prime Desai gaan we unlocken, hoop ik tenminste. Want ja, de prijzen moeten een beetje gaan dalen. We hebben bijvoorbeeld die 84 space, zijn nu allemaal 8k. Maar ja, vanavond dan is die... Icon SPC er niet meer, dus ik verwacht dan dat ze een beetje omlaag gaan. Ik hoop zo weer naar die 4K, dat zal wat chill zijn. En
Ja, morgen is ook de Weekly Rewards live bij hem openen. Met natuurlijk Elite 2. Goed weekend gehad, ondanks dat we 40 potten op één dag hebben moeten spelen. Het was echt insane. Het Team of the Week is natuurlijk fucking goed, dus wellicht dat we een goede kunnen packen. Ik heb net even gekeken. Er zijn 5 useless informs. En er zijn gewoon, de rest is allemaal 60k of meer waard. En dat is gewoon echt fucking ziek. Dus ja, we gaan het allemaal meemaken, jongens. Morgen dus live op Boyens kanaal. Volg je mij nog niet op Instagram? Link staat ook in de beschrijving. En ik zie jullie morgen hopelijk live bij de livestream van Bojan. Ciao, adios.